Robert, in hoeverre was dit een vooropgezet plan vanochtend? Volledig, tot in de puntjes alles uitgedacht, alleen vergeten dat het nog net iets verder was. Ja. Jij zat mee, was het ook vooral jouw taak om hem zo ver mogelijk te brengen vandaag? En keek je ervan op dat hij zo vroeg al vertrok? Ik zat inderdaad ook mee. En dat was zeker het idee. En Steven, ja, achteraf was het vroeg inderdaad. Maar als je het wel haalt, is hij de held, hè. En hij heeft gekoerst met zijn hart en dat is mooi om te zien. Hoe heb jij de koers van hem nog meegekregen verder? Ja, volledig, via het oortje. Alleen dan ook die teleurstelling helaas, ja. En hoe lang heb jij nog geloofd in die zegen? Wanneer kwam bij jou besef, nu wordt het lastig? Ja, tot het moment dat ze zei dat hij teruggehaald was, dan werd het lastig. Maar ik bedoel, als je met zo'n voorsprong en op de wedstrijd begint, dan is er een kans dat je het haalt. Ja. Hoe kijk je terug op je eigen dag? Ja, een hele sterke dag, denk ik. Vanuit het vertrek zo mee zitten op die groep was niet makkelijk. Ik zat erbij, ik reed sterk en ik heb mijn werk gedaan. En op dat moment, vanaf het moment dat Stevie ging, heb ik niet veel meer hoeven doen natuurlijk. Maar dan moet je alleen nog even op de wedstrijd op. Jullie verliezen dus Dylan inderdaad vandaag. Wat mogen we nog van jullie verder verwachten de komende etappes? Ik denk dat we nog altijd redelijk goed voor staan, hè? Met Roglic in het klassement. En Steven heeft vandaag laten zien dat hij heel erg goed in orde is. Dus er zit nog van alles in die grote hoge hoed. En dan gaan we er allemaal uit toveren. Dankjewel.